Je voelt elkaar aan, dus je weet van elkaar hoe je af en toe kunt voelen. En dat is gewoon heel waardevol. Dat heb je ook hard nodig om hier te kunnen werken. Gewoon een sterk hecht team om je heen. Maar liever. En dan voorzichtig door elkaar roeren. En dan krijg je een mooie vla, een mooie pudding. Hoi, Miek. Hoi. Hoi. Liever. Wanhopen en je ziet niet meer zitten. En nu heb ik dat allemaal uitgepraat. En nu is het nu wel last van mijn schouder af. Hoor. Ja, maar dan wil ik wel wat anders eten als Chinees. Een biefstukje of zo. En waar had je dat gedaan? Op de boulevard. Als afscheid. Ja, nou, dat is het gewoon. Klaar. Nee, dat weet ik niet, hoor. Hey, mijn bril is niet, hoor. Als mens zie je ook ze op een hele kwetsbare manier. En dat is ook wel een hele mooie manier. Dat je mensen als echt mens ziet. Nou, goed vind ik zoals ze is. De oorzaak van de ziekte kunnen we niet oplossen. Nee, die kan je niet oplossen. Als je me zo even bij de deur wil zetten, dan ook nog een sigaretje en dan... Daar heb je nog zin in. Ja. Ja, misschien dat zorgzaam, dat zit in de genen, denk ik. Maar ook dat je... Ja, daarom kom je denk ik ook hier werken. Dat je mensen nog het allerlaatste stukje toch nog iets heel fijns kan bieden. Iets goeds, dat het een goede laatste tijd wordt. Gisteren ook, toen hebben we de laatste sigaret gewoon samen gerookt. Maar weet je wat het was? Vroeger, hij was niet echt alleen mijn vader, maar ook gewoon echt mijn beste maat. So close, and yet so far away. Bij het weggaan trek ik mijn echte schoenen weer aan en dan ben ik weer gewoon Annelies en niet de verpleegkundige. Dat ik dan inderdaad mijn werk hier laat en met mijn schoenen bij wijze van spreken. En dan weer gewoon de dingen van alle dag ga doen.